Graag de klanten van de Bolero-platform. Mijn naam is Frederik Lansink en we zullen vandaag samen kijken naar de wereld van opties en het handelen in opties. Daarvan ook de naam van deze webinar, Introductie Handelen in Opties. We zullen vandaag door middel van voorbeelden, illustraties en definities kijken naar wat opties zijn, wat ze kunnen doen en wat een belegger of waarom een belegger eigenlijk een optie zou willen gebruiken. Het doel is dan ook gelijk dat je na het kijken van dit webinar een beter begrip heeft van optie in zijn geheel. Laten we kijken naar de onderwerpen die we vandaag samen zullen bespreken. En deze zien we nu op het scherm. We zijn begonnen met de introductie. We zullen ook kijken naar wat zijn opties en hoe worden deze veranderd. Waarom handelen in opties? Waarom doet mens dat eigenlijk? Welke opties er bestaan? Call versus put opties, contract specificaties en definities van opties en een recap plus eventuele vragen. Goed, laten we een start geven aan het webinar. Wat zijn opties en hoe worden deze verhandeld? We gaan hier beginnen bij de begin. Het is namelijk noodzakelijk om goed te begrijpen wat het concept is achter een optie. We weten namelijk in een transactie, en dat is algemeen begrip, dat er een partij is en een verkopende partij. Goed, deze zullen we gebruik maken door middel van een huis. Die gaan we zo zien op het scherm. Hier bevindt zich het huis dat we als voorbeeld zullen gebruiken. Net als eerder vermeld, er is een kopen en een verkoop. Laten we een start geven bij de kopen. Die wil namelijk een huis graag kopen. Maar misschien door een hypotheek of omdat het vrouw twijfelt, heeft deze toch meer bedenktijd nodig om deze huis te gaan kopen. Daartegenover hebben we de verkoper. De verkoper wil graag zijn huis verkopen, wat logisch is. Maar hij ziet geen aas om deze meteen te gaan verkopen. We zien hier dat er eventueel een mogelijkheid is om een deal te vinden tussen de koper en de verkoper. Dat gaan ze doen door middel van een optiecontract samen te sluiten. Laten we dit in meer details bekijken. De koper en de verkoper besluiten dus een optiecontract te ondertekenen. De koper heeft tijdens de bedenktermijn het recht om het huis te mogen kopen op het afgesproken prijs. Dus hier sluit de koper en de verkoper een optiecontract. In deze optiecontract wordt er letterlijk gestipuleerd. Dat de koper de huis mag kopen op een vaste prijs. Dit gedurende een vastgestelde periode. Laten we kijken wat dat doet bij de kopen en de verkoop. De koper om deze recht, deze kooprecht, te mogen ontvangen, zou een premie moeten betalen. En deze premie zorgt ervoor dat hij de recht heeft, nogmaals, om het huis te mogen kopen. Zijn risico is dan ook beperkt. Waarom is die beperkt? Dat is de risico die hij zou hebben, is alleen de premie die hij heeft betaald. Hij zou niet meer kwijt kunnen raken dan zijn inleg, de betaalde premie. Ook zou hij kunnen bepalen om het huis uiteindelijk niet te kopen. Dan is hij zijn betaalde premie kwijt. Daartegenover hebben we de verkoper, welke de premie van het optie gaat ontvangen. Hij heeft dan ook een plicht om het huis te leveren. En hij loopt potentieel risico. Deze risico ontstaat op het moment bijvoorbeeld dat de huismarkt zal stijgen, dan is de waarde van zijn huis ook gestegen. Maar nog steeds heeft hij een contract met de koper dat hij het huis moet verkopen tegen de vooraf vastgestelde prijs. Goed, we begrijpen nu hoe een optie op een huis zou werken. Maar vandaag's webinar gaat natuurlijk over opties op aandelen of indexen. Dit gaan we dus nu ook gebruiken op het volgende voorbeeld. We maken nu dus ook een vertaalslag van een huis naar aandelen als de onderliggende waarde. Laat ik even doorklikken en zullen we zien dat het dit keer over aandelen gaat. Net als bij het voorbeeld van het huis hebben we een kopende partij en een verkopende partij. Laten we deze op het scherm zien. Aan de linkerkant bevindt zich de koper. En hier ziet de koper een opwarse potentie en een aandeel. Dit aandeel is Shell. Maar voor een bepaalde reden, hij wil niet gelijk een flink aantal aandelen inkopen. Daartegenover hebben we de verkoper. En de verkoper ziet dus aan de andere kant van het scherm geen echte potentie en het aandeel Shell. Hij verwacht zelfs dat de aandeel de komende tijd gaat dalen. Net als bij het huis zien we dat er een meningsverschil is tussen de kopen en de verkopen. Het is dus waarschijnlijk mogelijk om een deal te sluiten. En dat gaan ze ook doen door middel van een optiecontract te ondertekenen. En hier besluit de koper een optie op het aandeel Shell te kopen. En omdat hij deze optie gaat kopen, mag hij Shell gaan kopen op de vastgestelde prijs dit wel gedurende vastgestelde periode. Hij heeft dus een kooprecht. En dit betekent ook dat hij een premie heeft moeten betalen. Dat is hier van de linkerkant. Betaalt hiervoor een premie. De betaalde premie ontleent hem het kooprecht. En zijn risico is hier ook beperkt. Hij kan niet meer kwijtraken dan zijn inleg. Hij zou kunnen besluiten om gebruik te maken van zijn recht. Nogmaals zijn maximale verlies kan niet hoger zijn dan de ingelegde bedrag, de betaalde premie. Aan de andere kant hebben we de verkopen. En we weten dus dat hij geen potentie ziet in het aandeel Shell. Hij heeft dus besloten om het optie te verkopen en heeft daardoor een premie ontvangen. Hij heeft dan ook gelijk een leveringsplicht in in de kopen tegen hem gaan zeggen. Ik wil mijn kooprecht uitoefenen, dien hij de aandelen te gaan leveren. En dat is ook zijn potentieel risico, dat hij dan aangewezen gaat worden op zijn plicht. We hebben net samengevat op basis van een huis en een aandeel als onderliggende waarde hoe een optie ongeveer werkt. We zullen dus nu doorgaan naar het volgende onderwerp. Waarom handelt mens eigenlijk in opties. Het is ook belangrijk, naast het begrijpen van een optie, ook om te begrijpen waarom mens daadwerkelijk, of moet ik zeggen, beleggers, daadwerkelijk gaat handelen in een optiecontract. Er zijn veel redenen om dit te gaan doen. Ik zal hier enkel voorbeeld, voorbeelden gebruiken, waaronder deze vijf. Het kopen van een optie geeft de mogelijkheid om te profiteren van een stijging of omgekeerd zich in te dekken tegen de koersdaling van de onderliggende waarde. We zullen ook later in dit webinar gaan kijken wat voor schorte opties er bestaan. Om te profiteren van een stijging zou iemand eerder een kooprecht gaan sluiten. En daartegenover, om zich in te dekken tegen een daling, zou iemand eerder van verkooprecht gaan. Nogmaals, we zullen dit later bespreken. Het tweede eigenschappen van optie is dat opties kunnen worden ingezet om het rendement van een aandelenportefeuille te verhogen. Opties geven de mogelijkheid om potentieel te profiteren van een hefboom-effect. Dat wil ik ook hier duidelijk aankaarten. Opties hebben een hefboom-effect. Een optiecontract is namelijk gelijk aan 100 onderliggende aandelen. Opties geven ook de mogelijkheid om met een relatief laag bedrag blootstelling te krijgen op de koersstijging of daling van een onderliggende waarde. Het is daadwerkelijk minder duur om te investeren in opties dan als u dat zou willen doen in een onderliggende waarde. Het is goedkoper dus om één optie te kopen dan 100 onderliggende aandelen te gaan kopen. En de laatste eigenschap die ik vandaag wil aankaarten op deze slide is dat opties bieden uitgebreide mogelijkheden naar strategische keuzes. Misschien een beetje een breed begrip, maar u kan bijvoorbeeld opties gebruiken om uw portefeuille te beschermen, of juist te spelen of in te spelen op uw gevoelens, bijvoorbeeld de koersstijging van de onderliggende waarde. Goed, samengevat zijn dit vijf voor mij vijf belangrijkste eigenschappen van opties. Maar er bestaan er natuurlijk veel meer. Laten we kijken naar de volgende slide. En daarvoor dien ik een waarschuwing te zeggen. Let op, opties zijn zeer risicovolle belegginginstrument. Goed, hebben we dat ook gezegd. Laten we kijken nu naar de optiehandel op de beurs. In andere woorden, hoe handelt mens opties op Euronext, waar ik vandaan kom. Het begint bij u. Op het moment dat u namelijk een orde gaat invoeren op de Bolero-platform, dat het nou een koop of een verkoop is, ook voor aandelen geldt hetzelfde bijvoorbeeld, wordt het orde aan, van Bolero aan Euronext doorgestuurd. En wanneer wij de orde in ontvang zullen nemen, zullen we zorgen namelijk dat wij kopen en verkopen samen zullen brengen en het zorgen voor een transactie. In het optiewereld zitten meestal ook een tussenpartij hierin. Deze partij handelt ook, net als u, op de beurs van Euronext en zijn professionele partijen, een zogenoemde marketmaker. Marketmakers zijn ook essentieel voor de welzijn van de optiemarkt. Die zullen namelijk altijd prijzen, of tenminste we hopen dat ze altijd, prijzen op het scherm zullen... Plaatsen. Bijvoorbeeld een bied en een laadkoers. Zodat als u een positie wil, uh, wil stappen op een positie, u deze altijd kan verkopen of andersom als u een positie wil openen, deze altijd kan kopen. Goed. Wanneer Euronext de koper en de verkoper samen hebben gebracht en er vindt een trade plaats, zullen wij de orde, of de trade moet ik dan zeggen, doorsturen naar Euronext clearing clearing of een clearinghuis zorgt er juist voor dat de kopen en de verkopen een contractuele overeenkomsten nakomen. Dat de koper bijvoorbeeld zijn stukken zou ontvangen en dat de verkoper het bepaald bedrag die hij dient te krijgen ook gaat krijgen. Goed, ik heb hier ook een proces uitgeschreven. Nogmaals, het begint bij u, het klant van een Bolero platform. Op het moment dat u besluit om te gaan handelen en daadwerkelijk het order gaan invoeren, op Bolero, zal Bolero deze doorsturen naar Euronext. Wij, als Euronext, gaan we deze proberen te matchen, dus de kopen en de verkopen samenbrengen, en dat er een transactie komt. Als er een transactie is, zullen we ook de details verspreiden wereldwijd. Iedereen die namelijk te weten dat deze plaats of pardon, dat deze trade heeft plaatsgevonden op onze beurs. Wij zullen daarna de details doorsturen van de trade naar Euronext Clearing en Euronext Clearing gaat deze verwerken. Daarnaast hebben de kopen en de verkopen geen directe contact. U zal altijd handelen tegen een anonieme partij en deze partij zal dus ook niet weten. Dat hij met u of mij heeft gehandeld. Laten we ook kijken naar welke opties beschikbaar zijn bij Euronext. Bij Euronext zijn er twee typen opties te vinden. Aan de linkerkant van je scherm indexopties en aan de rechterkant aandelenopties. De bekendste indexopties zijn bijvoorbeeld op de AEX op de Amsterdamse beurs. OBX in Oslo, de CAC 40 voor onze Franse vrienden, de Futsi MIB in Italië in Milaan, de PSI 20 in Portugal. En helaas hebben we nog geen indexopties voor de Bel 20. Laten we nu kijken naar de rechterkant van de aandelenopties. Deze zijn namelijk te vinden in vijf Europese landen en binnenkort veranderen dat naar zes Europese landen. We zien hier bijvoorbeeld Nederland met een Einecke, een Shell of een ING. In Frankrijk een Louis Vuitton. In, ga ik door naar de Noorse, een DNB. En het laatste, Belgische, AB InBev als voorbeeld, WDP of Galapagos. Het zesde land waar opties binnenkort beschikbaar worden gemaakt, zal in Portugal zijn. Goed, we weten nu wat. En hoe een optie wordt gehandeld op Euronext. Er is dus en het, uh, het begin bij het besluit nemen. Dat is u. Wij zullen als beurs deze orde in ontvangst nemen en een trade proberen te bevestigen tussen de kopen en de verkopen. Euronext clearing zal da daarna deze trade gaan clearen. We weten dus nu ook dat er twee soorten opties bestaan bij Euronext. Indexopties. En aandelenopties. Goed, laten we nu kijken naar het volgende onderwerp van vandaag. Welke opties bestaan er nou eigenlijk? Ik heb al eerder gezegd in dit webinar dat er een kooprecht mogelijk is bij het kopen van een optie, maar ook een verkooprecht. Deze gaan we hier samen verder bestuderen. Er bestaan namelijk call-opties en putopties. Wat is een call en wat is een putoptie? Een optie is een derivaat. Dus eerst gaan we even een stapje terug en ik wil dat duidelijk met u bespreken. Nogmaals, Optie is een derivaat. Dit houdt in dat het een afgeleid product is die zijn waarde ontleent aan de onderliggende waarde. In de vorige slide hebben we dus gezien dat bijvoorbeeld indexopties een waarde ontlenen aan de AX. Maar dat kan ook bijvoorbeeld op aandelenopties die onlenen waarde aan een ABN bef Goed. Opties zijn contracten. Het zijn contracten die worden door Euronext gecreëerd en aangeboden bijvoorbeeld aan het Bolero platform. Er zijn dus formele overeenkomsten met gestandaardiseerde specificaties. Bij het kopen van een optie koop je namelijk het recht om een bepaalde hoeveelheid effecten in de toekomst te mogen kopen bij een call en te mogen verkopen bij een put. Deze zin is ook misschien het belangrijkste zin van dit hele webinar. Indien u misschien op een gegeven moment twijfels hebben van wat daadwerkelijk opties betekenen of zijn, is dit het enige zin die u dient te onthouden. Net zoals vermeld. Er zijn dus twee soorten opties. Er zijn call-opties, maar ook put-opties. En we gaan hier even de verschillen samen kijken. Call-opties bij koop. We geven we het recht om een aandeel te kunnen kopen. Bij het kopen van een call-optie verwacht de belegger een prijsstijging van de onliggende waarde. Als voorbeeld, als ik verwacht dat het aandeel van 100 dat 150 euro zou stijgen kan ik een call optie kopen op 100 euro. Indien het aandeel zou stijgen naar de 150 euro heb ik nog steeds het recht om deze te mogen kopen op 100 euro. Het verschil tussen 100 en 150 is mijn winst in dat geval. Goed. Dat is een call optie. Laten we nu aan de rechterkant van het scherm kijken naar put opties bij koop. Poetopties geven het recht om een aandeel te kunnen verkopen. De kopen van een poetoptie verwacht dus een prijsdaling van de onderliggende waarde. Hier gaan we ook een voorbeeld gebruiken. We gaan kijken naar een aandeel X Y Z en we zien dat er een beetje verkeerde of slechte nieuws de laatste tijden zijn uitgekomen. Ik ga dus om mijn gevoel inspelen. En ga een put-optie kopen. Ik verwacht dat de koers van die 100 euro naar bijvoorbeeld 50 euro zal dalen dit keer. Ik koop een put die mij het recht gaat geven om te mogen verkopen op 100. Indien de onderliggende waarde, aandeel XYZ, zal dalen naar de 50 euro, heb ik nog steeds het verkooprecht en dus het recht om deze aandeel nogmaals x, y, z te mogen verkopen op 100 euro. Dat verschil is mijn winst. Dus nogmaals, calls-optie zijn kooprechten en ik verwacht een prijsstijging. Put opties zijn verkooprechten en ik verwacht bij het kopen van een poet een prijsdaling. We hebben nu een beter begrip van wat voor opties er bestaan. Nogmaals, daar zijn er twee, call en put. Laten we kijken naar de volgende slide. Nu dat we weten wat voor opties er bestaan, wil ik ook het volgende bespreken met jullie. En dat is hoe je een optiecontract moet lezen op de Bolero-platform. Het is namelijk essentieel voor een optiehandelaar of een particuliere belegger om te begrijpen in wat hij in daadwerkelijk gaat investeren. En in de optiewereld werken we dus met afkortingen. En deze afkortingen Dienen we goed te begrijpen om te weten wat we nou eigenlijk doen. Hieronder zien we twee voorbeelden. Deze voorbeelden zijn ook daadwerkelijk genomen van de Bolero-platform. Dat betekent dat deze setup, of deze afkortingen en deze volgorde, u zelf kan terugzien als u het Bolero-platform gaat openen en naar de optiescherm gaat. Goed, laten we de eerste. Eerste optieregel, samen hier bekijken. En ik zal deze ook volledig uitlezen en daarna de topics bespreken. hei.c.20sep24.ax.am.100 Goed, wat staat er nou allemaal voor? De eerste afkorting, HEI, staat voor de onderliggende waarde. Dit betekent ook dat op de Bolero-platform het eerste al Afkorting zal altijd gaan spreken of tenminste laten zien over welke onderliggende waarde we het over hebben. In dit geval Heineken. Het tweede afkorting is hier een C. Het geeft aan wat voor type optie het is. Het is hier een call-optie, een kooprecht. Het derde afkorting is de afloopmaand ofwel de expiratie van de optie. Hier gaan we ook even een beetje opzoomen, want ik ga het gedurende dit webinar het vaker over hebben over expiraties. Een optiecontract heeft dus ook een afloopmaand en daarna is mijn recht om te kopen of te verkopen vervallen. Het is noodzakelijk om dit goed te begrijpen. Er is een expiratie op optiecontracten. Het vierde afkorting, het beurs, hier is de ax index Dat betekent dat dit optiecontract... Veranderd wordt in Nederland, in Amsterdam. AM staat voor de stijl van de optie, Amerikaanse stijl. Dit is een term die we nog niet samen hebben besproken. schrik even niet, we zullen later in dit webinar hierop terugkomen en hebben we een dedicated slide hiervoor. Gaan we door naar de laatste afkorting, 100. En dat staat voor de uitoefenprijs van mijn optie. Dit betekent hier dat ik de optie mag kopen op 100 euro. Laten we deze regel helemaal opnieuw lezen. En wat betekent nou eigenlijk die regel? Is dat ik dus Heineken mag kopen op 100 euro tot en met 20 september 2024. De tweede regel ga ik ook aflezen: aslp20 sep 2024.ax.am.100. Hier staat het eerste afkorting nog een keer voor de onderliggende waarde. Het is altijd zo. En hier is de onderliggende waarde ISML. Hier staat er geen C, maar een P. Dat is de tweede type optie die bestaat, een put. Daarna hebben we de afloomaand expiratie. En die is ook 20 september 2024. Daarna zien we dat de beurs hier ook de AX-index is, dus in Nederland. De stel, die skippen we nogmaals, en zullen dit later in dit webinar samen bespreken. En 100 is hier de uitoefenprijs van mijn verkooprecht. Als ik deze regel ga teruglezen, betekent het dus dat ik ASML mag verkopen op 100 euro tot en met 20 september 2024. Wij hebben nu een betere beeld wat voor opties er bestaan, een call- en een put-optie, en hoe ik deze kan terugvinden en beter lezen op de Boleren-platform. We gaan nu door naar het volgende onderwerp van dit webinar. En we zullen een voorbeeld gebruiken van het kopen van een co-optie. Als start. Hier hebben we namelijk Paul. En Paul zit naar het aandeel ASML te kijken. En hij heeft een goede sentiment bij het onderliggende waarde, nogmaals ASML. Verwacht dus een prijsstijging de komende tijden. En hij bepaalt, of besluit moet ik zeggen, om op zijn gevoel in te spelen. En gaat dus een call-optie kopen. Hij koopt dus een call-optie op ISML met de expiratie september en een uitoefenprijs van 925 euro. Dit ziet u in het rood op uw scherm. Als hij deze optie koopt, betekent het dus dat Paul ISML mag kopen op 925 euro tot en met september. Hij dient hiervoor te gaan betalen. Hij betaalt een premie van 10 euro. Laten we kijken hier op de horizontale lijn naar de tijdswaarde. En we zien dat wanneer Paul deze call optie gaat kopen, de koers van de ISML 900 euro is. En dan nogmaals koopt hij zijn call op D1 dag 1. Hier zien we ook de looptijd van de optie en voordat deze expireert, daar rechts aan de rechterkant van uw scherm, zien we dat de koers van ISML nogmaals net voordat zijn kooprecht expireert: 950 euro is. Hij gaat dan ook zijn kooprecht oefenen, uitoefenen. En daar rechtsboven gaan we dan zien en hervatten in ons voorbeeld is de koers van ISML gestegen boven de 925 euro. Goed nieuws. Paul oefent dus zijn kooprecht uit op D1 plus een maand. De winst is dan ook gebaseerd op het verschil tussen de huidige koers van ISML, dus hier aan het eind, de 950 euro, min de uitoefenprijs van mijn optie, de 925 euro plus pardon minus de betaalde premie. Maar goed, we gaan dit even wat beter samen bekijken. In het onderstaande voorbeeld en grafiek gaan we zien de verlies of eventuele winst die Paul zou maken op zijn optie, op zijn kooprecht. De horizontale lijn laat de koers van haar smel zien en dat zou impact hebben dus op de verlies of eventueel de winst die jij zou maken. Bij het kopen van de kool hebben we je op volgende pagina gezien dat de koers van IJSMel 900 euro was. Het staat ook op het grafiek vermeld. En dan gaat dus Paul zijn kool kopen met een uitoefenprijs van 925 euro. Hier gaat dus Paul IJSMel mogen kopen of kunnen kopen op 925 euro. Hij gaat een premie betalen van 10 euro. Hij verwacht een prijsstijging. En we zien hier dat hij begint met een verlies. Schikt er niet van? Dit is hoe het werkt als u een optie gaat kopen. We weten namelijk dat Paul een premie heeft moeten betalen. Zijn premie bedraagt 10 euro. Dat zijn kosten die hij moet maken. En deze laten we hier ook zien. Hij begint met een verlies. En zijn de, 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 de verliezen zijn dan ook gelijk daaraan beperkt. Hij kan niet meer kwijtraken dan zijn inleg, de betaalde premie, 10 euro. We willen ook weten wanneer Paul eventueel win zou maken. En dat kunnen we berekenen dankzij de break-even point. En de break-even point zien we hier rechtsonder op het scherm en is gelijk aan 935 euro. Hier hebben we de uitoefenprijs van onze optie, dus 925 euro, plus de betaalde premie berekend. En komen we uit op een koers van 935 euro. Wat betekent nou die 935 euro is dat als deze koers getroffen wordt door ISML, wij winst zullen maken. En dit winst is ook mogelijk onbeperkt naarmate ISML blijft stijgen. We hebben namelijk, of hier heeft Pol namelijk, nog steeds het recht om ISML te kunnen kopen op 925 euro. Goed. We hebben ook gezien, nu is het tweede slides terug, dat de verwachtingen goed zijn geweest. ISML heeft namelijk 950 euro bereikt. En dat zien we hier ook op het grafiek. En we zien dus dat we de in de winst zone zit. Dit betekent dus dat Pol een winst heeft gemaakt die bedraagt 1500 euro. Waarom heeft hij dan 1500 euro winst gemaakt? Gaan we hier samen kijken. In het resterende tabel hieronder zien we namelijk de opbrengsten van Pol. Dat is dat ISML op 950 euro zit. Dat is de koers. Daar gaan we de investeringen van aftrekken van 925 euro. Dat is de uitoefenprijs van zijn optie. En daar moeten we ook de investering in berekenen van de betaalde premie, die bedraagt 10 euro. Dan maakt Paul 15 euro winst per aandeel. Maar hier is het ook belangrijk om te melden: een optiecontract bezit 100 onderliggende aandelen, niet één. 100. En dit zien we dan hier gebeuren. Eén contract is 100 lots, dus 15 euro keer 100 is 1500 euro winst voor Pol op deze call-optie. We hebben nu gekeken naar een call-optie. We gaan nu door naar het andere type optie, een poets. Wij zullen hier ook gebruik maken van Pol. En wat verder in het jaar zit Paul nog een keer naar ISML te kijken, maar dit keer zit het sentiment een beetje anders. Hij verwacht namelijk niet meer een prijsstijging van ISML, maar een prijsdaling. En hij besluit om op zijn gevoel in te spelen en gaat een put-optie kopen. Hij gaat dus de volgende put-optie kopen en dat is 1 put ASML, december, 875 euro. Dit betekent dat Paul het recht heeft om ijsmel te gaan verkopen op 875 euro tot en met december. Daarna expireert zijn verkooprecht waardeloos af. Hij dient hier wel voor te betalen. En dat doet hij door middel van een optiepremie te betalen, welke 15 euro bedraagt. En nogmaals, Paul verwacht een prijsdaling. We zien hier dat de animaties allemaal tegelijk afgaan. Dit maakt niet uit, we gaan ze even samen verder bespreken. Aan de linkerkant zien we dat Paul zijn poet heeft gekocht. Wanneer hij zijn poet kocht of koopt, is de koers van de ISML 900 euro. Het blauwe lijn geeft dus aan de looptijd van zijn optie. En we zullen zien dat net voordat deze expireert, ...de koers van ISML 850 euro is. Hier zien we dus ook iets positiefs gebeuren. Wij hebben namelijk een verkooprecht. In onze voorbeeld gaat dus ASML dalen tot 875 euro. Paul gaat zijn verkooprecht uitoefenen op dag 1 plus een maand... ...wat we hieronder rechtsonder zien gebeuren. Zijn winst is dan ook gebaseerd op de verschil... Tussen de huidige koers van ISML en de uitoefenprijs van zijn optie, 875 euro nogmaals, minus de premie. Goed, laten we kijken naar wat dit betekent voor Pol. In het onderstaanse grafiek zien we de verlies of de winst die Pol zou maken op basis van de koers van ISML, die op de horizontale lijn wordt weggegeven. Nogmaals, de huidige koers van ISML bij koop van de put is 900 euro. Hij gaat dus een put kopen, ISML, december, met een uitoefenprijs van 875 euro. En hij gaat een premie betalen van 15 euro en verwacht dus dat de ISML daadwerkelijk gaat dalen. Net als bij koopopties is met putopties het begin voor een kopen een verlies. Hij betaalt namelijk om die verkooprecht te mogen hebben. De premie. Die bedraagt 15 euro en die zien we hier gebeuren. Dat is dan ook zijn maximale verlies die hij kan leiden op deze positie. Hij kan niet meer kwijtraken dan zijn inleg. Net als bij de call-optie wil ik weten, of Paul wil hier graag weten, wanneer hij win zou maken. Dat gaan we gebruiken of weten dankzij de break-even point. Welke we hieronder zien. En hier gaan we de uitoefenprijs van de optie vermenigvuldigen met de betaalde premie en komen we op een koersheid van 860 euro. Dit betekent, en nu weten we dus dat als ijsmel onder de 860 euro gaat dalen, Paul winst zal maken, en beginnen te maken. Zijn winst is mogelijk onbeperkt. Laten we kijken naar de volgende pagina. En dan zien we dat de verwachtingen van Paul nogmaals zijn goed geweest. ICML daalt namelijk naar de 850 euro. En die zien we ook hier op het scherm. Het zit dus in een winst. En zijn winst bedraagt dus 1000 euro. Hoe komen we tot dit stand? Laten we dit hieronder samen bekijken. De winst is namelijk hier beginnen we met een investering. Dat is de 850 euro. Dat is de prijs van ijsmel op expiratie. Daar gaan we de opbrengst aan toevoegen. Dus de uitvoerprijs van de optie. En gaan we nog een keer een investering ervan aftrekken. De prijs die hij heeft betaald voor zijn poetoptie. 10 euro per aandeel. Dat is de winst van Paul. We willen ook weten wat dat betekent om zijn geheel contract. Nogmaals, één optiecontract is gelijk aan 100 onderliggende aandelen. Dus zij heeft een winst van 1000 euro gemaakt. We hebben zojuist gekeken naar twee voorbeelden waar Paul moest in, of wilde graag inspelen op zijn sentiment hier op ASML. We hebben gekeken naar een call optie en de potentiële winst en wat daadwerkelijk is gewonnen voor Pol. En daarna hebben we gekeken naar put-opties. We gaan nu door naar de contractspecificaties en definities van opties. We hebben al eerder gezegd in dit webinar: opties zijn namelijk contracten en contract hebben aantal specificaties die wereldwijd worden gehanteerd voor opties. Dat is nou bij Euronext is. Of een Amerikaanse partij. Laten we even doorkijken naar wat voor specificaties er zijn bij Euronext. Ga ik ook gelijk zeggen, dit zijn er maar een enkel voorbeelden van alle specificaties die wij stipuleren voor een optiecontract. Maar ik wil hier even de belangrijkste specificaties met u bespreken vandaag. Voor meer details en u ziet de link hier rechtsonder, kunt u ook altijd. Even kijken naar de website van Euronext, en u zal dan naar de specificaties zien van bijvoorbeeld Heineken in dit geval. Goed, ik ga beginnen met de contractgrootte van een optie. In onze voorbeelden van een kool, of toen Paul eigenlijk een kool ging kopen en een poed ging kopen, zagen we dat zijn winst van één contract gelijk was aan 100 onderliggende aandelen. Dit is dus ook de Standaard in de industrie. En dat noemen we dus ook een standaard multiplier van 100 onderliggende aandelen. Aan dit regel op dit moment in Amsterdam is er één die daar buiten valt. En dat is ADN. Omdat hier de onderliggende waarde zo duur is, bijvoorbeeld een aandeel ADN zou als voorbeeld hier op dit moment van de opname, 1200 euro kunnen zijn. Als we daarop een optiecontract gaan voorstellen, met 100 onderliggende aandelen, wordt het een hele dure optie om te kopen. Hier hanteren we dus een contractgroot van 10. De optiestel. Ik ga hier niet te veel op in detail, want in het, volgende, pardon, in het volgende slide gaan we dit hier in detail... Naar kijken. Maar toch gaan we dat even hier noemen. We hebben dus twee soorten optiestel: Amerikaanse stel en Europese stel. En dit gaat hier over hoe je je recht mag uitoefenen. Bij een Amerikaanse stel opties mag een beleggen of heeft het beleggen het recht om zijn optie te uitoefenen voor de expiratie. Dus van het moment van het kopen van de optie. Tot de looptijd van de optie, indien deze intrinsieke waarde bezit, mag de koper zijn recht uitoefenen. Bij Europese stelopties heeft het belegger hier alleen, recht om zijn, of heeft alleen het recht om zijn posities uit te oefenen op expiratie. Als ik bijvoorbeeld een optie ga kopen en deze bezit intrinsieke waarde. Zo zouden we kunnen denken dat ik deze kan uitoefenen, gelijk. Dat was waar geweest bij een Amerikaanse optie. Bij een Europese optie dien ik dus te wachten tot het eind van het contract. Je mag de verkoper dan ook gewoon zeggen van nee, wacht maar nog eventjes tot de expiratie. De valuta die wij hanteren bij Euronext is euro's. Als je een optie bij ons gaat kopen, koopt je deze met de valuta euro. Als u bijvoorbeeld een optie in Amerika zou kopen, zal dat, zal dat pardon, een dollar zijn. Dus u zal uw optie in dollars betalen. De optiepremie is de te betalen of de te ontvangen prijs voor een optie. We hebben dat gezien aan het begin van het webinar of bij de voorbeelden van Paul. Hier zijn altijd andere termen voor te gebruiken, dus optiepremie, uitoefenprijs of bijvoorbeeld een strijk. Een beetje beursjargon. Laten we kijken naar de settlement. Pardon. Het is mogelijk om een settlement te hebben in fysiek of cash, en dat is dus ook gelijk gelinkt aan het optiestel, dus de tweede contractspecificaties die ik heb genoemd. Bij een settlement fysiek, wat meestal bij Amerikaanse steloptie is, misschien wel altijd. Wordt de onderliggende waarde fysiek geleverd. Bij een cash settlement. De onderliggende waarde wordt in contant afgerekend, er vindt dus een betaling plaats. Het laatste contractspecificatie die ik ga noemen, is de afloopmaanden. Ik had al eerder gezegd in de webinar dat dit belangrijk is om te begrijpen: opties hebben een afloopmaat Indien u dit afloopmaand overtreft, kan het optie bijvoorbeeld waardeloos expireren, indien u niks heeft gedaan met het recht, of uw optie niet heeft verkocht. En nogmaals, als u meer interesse heeft over contractspecificaties bij Euronext, is er hieronder de link. En in dit voorbeeld naar Heineken. Eindelijk zijn we zover. Ik heb het vaker genoemd en u lang moeten laten wachten om het verschil tussen Amerikaanse en Europese stijl opties te gaan bespreken. Dit heeft niks te maken als het nou een Amerikaans zijn op co-opties geldt of voor puts. Een co-optie kan een Amerikaanse optie zijn of een Europese stijl opties. En hetzelfde voor puts. Dit ligt echter aan de specificaties van het contract. En we gaan hier ezelbruggetje voor gebruiken. En daar beginnen we met het eerste bullet point. Aandelenopties kan je altijd uitoefenen. Amerikaanse type opties. AAA. Wat hier bedoeld wordt, en we het al een beetje gezegd op het vorige slide, is dat ik als ik bijvoorbeeld een kooprecht heb en mijn optie intrinsieke waarde bezit, dus dat ik daadwerkelijk naar de tegenpartij kan lopen en zeggen van, ik ga mijn recht uitoefenen, want dat kan ik. Ik kan bijvoorbeeld kopen op 100 euro. En het aandeel is op dit moment 150 euro. En ik zeg, lever mij alsjeblieft de stukken. Dan zou hij daadwerkelijk mij 100 aandelen moeten leveren bij een co-optie en moeten afnemen bij een put optie. De afwikkeling is dus fysiek. Er worden letterlijk stuk in mijn portefeuille gezet of zou de partij deze moeten afnemen. En dat geldt voor de meeste aandeelopties. Het tweede AX index indexoptie uitoefenen op expiratie. Europese type optie. EEE. E, e. Europese opties kunnen niet een early exercisement hebben. Wat ik hiermee bedoel, had ik op de vorige slide even kort gezegd. Zelfs in dit voorbeeld, zelfs als mijn kooprecht daadwerkelijk waarde heeft, intrinsieke waarde. Dus dat ik bijvoorbeeld op 100 mag kopen en 150 mag verkopen, kan ik hier niet naar de tegenpartij aankloppen en zeggen, ik wil mijn recht uitoefenen. Die kan dan letterlijk zeggen, kijk naar het contract, jij moet wachten op expiratiedatum of op expiratie. De afwikkeling voor indexopties, bijvoorbeeld een IX of een 40, zou altijd in cash worden afgewikkeld. Waarom? En ik hier ga duidelijk op zijn, het is altijd zo. Waarom? Het is namelijk een mandje aandelen. Het is bijna onmogelijk om die mandje aandelen zorgvuldig in fysiek te leveren in je portefeuille. Dus hier wordt er een cash settlement gebruikt. Voor aandelen kan de Europese optie in cash zijn of fysiek. En dat ligt er eigenlijk aan het contract die u kijkt. En dat kunt u dus zien op Bolero of op Euronext Live Markets. De link die ik hiervoor heb gedeeld. En nogmaals, dat geldt voor alle indexopties en aandeelopties afhankelijk van het contract. We hebben eindelijk een betere beeld van wat Amerikaanse stijl is tegen Europese stijlopties. Laten we nu kijken naar de Monies. Money is, is een belangrijk begrip in een optiewereld. Het verwijst dus naar de verhouding tussen de uitoefenprijs van uw optie of mijn optie en die van de onliggende waarde. ofwel de marktprijs van de onliggende waarde. En het kort, in de money betekent dus dat ik intrinsieke waarde bezit over de optie die ik heb. Deze kan ik bijvoorbeeld uitoefenen. Net als ik vaker heb gezegd of Paul heeft gedaan in dit webinar. At the money is de optie, of het, uh, moet ik dan zeggen, het uitoefenprijs, die het dichtst is op de koers van de onderliggende waarde op dat moment. Out of the money betekent dat de optie geen intrinsieke waarde bezit. Als we kijken naar de rechterkant, is dit ook genomen ten informatie van de website van Euronext. En zo ziet een, optiescherm eruit op Euronext en we zien dat de uitoefenprijs altijd in het middel wordt vernoemd. Aan de linkerkant hebben we de call-opties en aan de rechtse kant hebben we de put-opties. En ze werken precies tegenover elkaar, want eentje is een kooprecht en de andere is een verkooprecht. Wat ik bedoel met ze lopen tegenover elkaar is dat u Bijvoorbeeld bij de bied- en laadprijs, bij de call-opties aan de ene kant, aan de linkerkant, ziet dat de uitoefenprijs 50, 50 euro het duurste zijn. Die bezit namelijk veel intrinsieke waarde. Als we naar beneden kijken, naar de uitoefenprijs 90, is dat de Add the money-optie van Heineken. Ik was even vergeten door te klikken. En hier wordt er ook een bepaalde premie gevraagd voor de optie. Maar bezit geen intrinsieke waarde. Koers van Heineken 90 euro. Uitoefenprijs van mijn optie 90 euro is daadwerkelijk nul. Wel heeft deze optie veel tijds- en verwachtingswaarde. En daarna in het rood zien we de out-of-the-money opties. Deze bestaan uit geen intrinsieke waarde. En hier betalen we dus eigenlijk voor de tijds- en verwachtingswaarde. Goed. We begrijpen nu beter wat de money is. Nogmaals, dat is in drie termen te zeggen. In the money, at the money en out of the money. En we gaan nu kijken naar het hefboom effect van opties. Dit wil ik nog duidelijk maken in dit webinar. Opties hebben namelijk een hefboom effect. Eén optie is gelijk aan 100 onderliggende aandelen. En als we goed hebben geluisterd of 10 bij ADN. Goed, laten we kijken naar waarom dus het hefboomeffect hier belangrijk is. Met een hefboomeffect kunnen beleggers blootstelling krijgen aan hun ontliggende waarden en die vergroten met minder kapitaal. Dit kan potentiële winsten, maar ook verliezen vergroten. We gaan dit, gebruiken, of we gaan dit verder bekijken door middel van een voorbeeld te gebruiken. In het eerste voorbeeld verwachten we dus dat Heineken gaat stijgen. Keuze 1 is 100 aandelen Heineken kopen. De huidige koers is 90 euro. En de investering die ik dient te maken is 100 aandelen keer 90, 9000 euro. Dat is, mijn, dat is de initiële investering die ik moet maken. Goed, eind december 2024 is Heineken dus met 10% gestegen. De koers zit dus nu op 99 euro's. En hieronder zien we het resultaat. We weten namelijk dat ik 9000 euro heb moeten investeren en dat mijn rendement 900 euro is. Dus de rendement op mijn geïnvesteerde vermogen is hier 10%. Laten we kijken naar het tweede keuze die bestaat het kopen van een call-optie. Hier zien we hem staan. Heineken gaat hier nogmaals ook stijgen. En de tweede keuze die ik zou kunnen hebben... is het kopen van een call-optie. Met de uitoefenprijs 90 euro. De expiratie van mijn call-optie is december 2024. En ik dien hiervoor een premie te betalen. Die bedraagt 5 euro. Mijn investering is dus... Het prijs die ik moet betalen van de, of voor de premie. In totaal 500 euro. We zien hier ook dus dat het vermogen die ik moet investeren om rendement te halen al veel lager zit dan bij aandelen. Waar ik 9000 euro moet neerleggen voor de keuze 1, moet ik hier 500 euro neerleggen. Goed, hetzelfde scenario. Andere keuze. Eind december 2024 is Heineken met 10% gestegen tot 99 euro's. Dit geldt er nog steeds. Ik ga hier niet te veel op in details, maar we gaan zien dat we met een lager geïnvesteerd vermogen een hoger rendement hebben behaald. Hier zien we dus dat er met opties minder kapitaal nodig is en het rendement dus ook hoger kan uitkomen. Maar ik heb het ook al gezegd. Het is mogelijk om potentiële winsten te verhogen met hefboom, maar dat kan ook naar grotere verliezen leiden. Dus wees of let hier goed op. Opties blijven zeer risicovolle belegginginstrumenten. Goed. We hebben nu ook gekeken naar de effect op opties. En we gaan nu kijken naar de voor en de nadelen van opties. Voor de koper dus voor het kopen van de opties zijn zijn voordelen beperkte blootstelling. We hebben gezien met Paul dat zijn verliezen beperkt waren tot de hoogte van de betaalde premie. Opties hebben een hefboomwerking. Ik wil dan ook hier zeggen, dat kan ook een nadeel zijn. Opties zijn flexibel, flexibel inzetbaar bedoel ik te zeggen. En er zijn liquide instrumenten bij Euronext. Ik heb aan het begin al vernoemd dat er marketmakers zijn. En die zorgen ervoor dat u altijd, tenminste het grootste deel van de tijd, prijzen zal zien op uw scherm. U zal altijd uw positie dan kunnen, uh, kunnen verkopen, bijvoorbeeld, of een positie kunnen openen. En nu de nadelen van opties. Die bestaan er ook. Opties, en misschien nog steeds na dit webinar, blijven. Complexe producten. Een optie heeft een verfaaldatum. Opties zijn volatiele beleggingsinstrumenten. En het potentieel voor verlies bestaat en is zeer groot met optiehandel. Goed, we weten nu ook een enkel van de voor- en de nadelen van de opties. En gaan we naar de recap van deze webinar. We hebben veel besproken, maar toch ga ik het even proberen samen te vatten. We zijn begonnen bij het kijken wat een optie eigenlijk is. Het is dus eigenlijk een overeenkomst tussen een koper en een verkoper. Ze hebben beide een meningsverschil en besluiten daardoor een optiecontract te ondertekenen. Er bestaan dus ook twee soorten contracten die ze kunnen ondertekenen. co opties, die mij het of u het recht geven om te mogen kopen. En opties die het recht geven om te mogen verkopen. Opties kijken naar een onderliggende waarde en zijn dus derivatenproducten. We hebben ook gezien dat er een call optie is en hoe Pol daarmee winst heeft gemaakt in dit voorbeeld. En ook dat er poetsopties bestaan en dat Pol daar ook winst mee had gemaakt. We hebben daarna ook gekeken naar de contractspecificaties en ik zou je nog steeds uitnodigen. Om meer details verder te kunnen bekijken op onze website of contact te nemen met Bolero Eventueel. Dit was het voor mij vandaag, en ik hoop dat u een betere beeld heeft kunnen krijgen van, van hoe het handelen op optie werkt, wat voor opties er bestaan. Dankjewel voor het kijken.